Tada-tada. Gisteren binnengekomen. Ja. Salome van Papillon. Van Lismore uit Londen. Stonden gisteren echt te popelen. De doos kwam binnen. Hier ziet u dat fine meipak. Jee, het is binnen. Salome, lang gewacht. Eindelijk mag het uitpakken. Daar is hij dan, onze prachtige Salome, zo mooi. En je had hem al geroken voordat ik kwam, je kon niet wachten. Nee, en inderdaad, in dit geval, less is not more. Het is absoluut een prachtige vierde geur van Lismore. Very Moorish. Less is not more van Lismore. Precies. En it's very Moorish. Ja. We hebben er meer van. Ja. En de verwachtingen waren hoog gespannen. Niet alleen bij ons, maar eigenlijk bij alle fans van Papillon. Vorig jaar hebben we Liz ook leren kennen. Hebben we haar in Amsterdam gehad hier met haar dochter. Fantastische vrouw. Heel eigen. Heel professioneel. Heel gepassioneerd. En haar eerste drie geuren zijn heel goed ontvangen. Door onze klanten, ook door ons. Nano. Wereldwijd ook. Ja. Anubis. Tabacco Rose. En Angelique. De Lentetuin. Ja, en we hadden een pre-sniff hier in Amsterdam van Liz. Toen ze met Salome met de eerste prototypes bezig waren. En daar waren we eigenlijk al meteen heel enthousiast over. Ja. Salome, waarom waren die verwachtingen zo hoog gespannen? Omdat de eerste drie geuren heel goed waren. Maar ook de eerste reviews van I Scent a Day, van Kafkaesque, van The Candy Perfume Boy. Ja, die waren heel erg op het animale, op het dierlijke, op het sexy gevoel, op het gewaagde. Dus kom maar op, dachten wij. We hebben geen idee. Wat had je verwacht en wat ruik je? Ik had verwacht klassiek, retro, vol, sensueel en beantwoord. Ja, absoluut. Het dierlijke, wat heel erg werd benadrukt in reviews, is er zeker. Want de Hyraceum, de Hyrax, zit erin, de Castoreum, de Musk, dat ruik je ook allemaal wel. Lekker viezig, lekker dirty. Dus intiem, sensueel, voor mannen en vrouwen overigens. Absoluut. En wat ik op mijn huid, ik heb hem, ik doe even mijn jasje uit. Ja. Ik hoorde jou een hele mooie associatie noemen van waar je als eerste aan dacht toen je hem voor het eerst rook. Ja, maar in de zin van hij doet me meer denken aan zwart bont, naakte huid. Dat zwarte bont op die naakte huid vind ik eigenlijk precies de goede associatie die je hebt. Ja, hè, niet 's ochtends op maandagochtend. Bij de cornflakes, nee. Precies. Wat ik er na een paar uur heel erg mooi van vind, is dan gaan alle lagen mooi in elkaar over. Ik ruik in het begin zo heel erg de tabaccobladeren. Ja. Een beetje rokerig, vurig. Zacht, want bij Absolute Boulevard van Francis Kutjan heb ik dat civetachtige meer. Een beetje dat ongewassene, echte dirty, terwijl ik dat bij Salome niet heb. Nee, eens. Eleganter. Fluffier. Fluffy, precies. Ja, meer textuur. Absoluut. Ja. En waarom koos Liz dan voor deze naam? Liz die heeft een hele mooie foto van haar thuis. De inspiratie voor deze geur. Het is een foto van een flappy girl uit de jaren 20. Nou, dat is echt zo'n jaren 20 meisje. Dat waren gewaagde meisjes. Het erotische en het sensuele. En voor Liz was dat, die noemde haar in haar eigen gedachten Salome. Omdat ze ook zo'n erotische, sensuele vrouw was. Hooiig, warm, donker. Tabak. Ja, tabakkig, ja. Dus voor degene die zijn eigen voorkeur of haar eigen voorkeur kent. En houdt van dierlijke, gelaagde geuren. Sensueel. Kom dat ruiken.